Ja, we zitten hier even gezellig in Brussel. Ja, je mag zometeen gaan signeren. Mm-hmm. Maar het is wel een drukke periode voor je geweest, volgens mij. Dat is nog een understatement. Het is heel pittig dit jaar en het gaat nog veel pittiger worden volgend jaar. Maar daar kan ik nu nog niet alles over zeggen. Oké. Okay. Maar er komt nog van alles bij. Maar ja, het is nu alle hens aan dek voor Galax. Hè? Ja. Dat is heel spannend voor ons, want we hebben daar een jaar aan gewerkt al. Ja. Precies een jaar geleden zijn ze van standaarduitgeverij naar me toegekomen en hebben ze gezegd van, wil jij graag Galaxa maken? En daar moest ik geen twee keer over nadenken. Heb ik meteen gedaan. En dat zijn drie albums per jaar, plus dan nog eens Suskin en Wiske. En dan komt er nog iets en dan wordt het helemaal te gek natuurlijk. En Nachtwacht ook nog, hè? Daar bestaat nog enige twijfel over of dat nog dat gaat nog door, absoluut. Maar misschien niet meer met mij. Dat moeten we nog zien. Okay. Maar er zijn nu in ieder geval drie albums van jouw hand uitgekomen, hè? De nieuwe Suske Wiske, de Gulden Krijger. Ja. Nieuwe Nachtwachtalbum en dan inderdaad Galaxa. Ja. De mensen vragen wel eens, wanneer doe je dat allemaal? Maar dat gaat wel hoor. Dat is kwestie van organiseren altijd. Dus mensen denken altijd dat het vreselijk tot je eraan begint en dan valt het allemaal wel mee. Okay. Allee, die indruk heb ik toch altijd. Ja, want Galaxa is natuurlijk nu, ja, dat is natuurlijk inderdaad wat je zegt. Hè. Het is de eerste album, dus het is even benieuwd van hoe de reacties gaan zijn. Ja. Als je aan zo'n verhaal begint, wat is je basis? Hoe begin je daaraan? Wel, natuurlijk, dit is een figuur die al bestond, spin-off van de Rode Ridder. En ik weet wie Galaxa is. Maar ik ben natuurlijk wel gaan opzoeken wat er allemaal over bekend was van die figuur. Want ik vond wel, als ik daar een reeks over maak, dan moet het kloppen. En alles wat er over verschenen is, zou ergens toch wel een thuis moeten vinden in het nieuwe concept dat we maken. Dat concept mocht voor mij dat ook niet te voor de hand liggend zijn, vond ik zelf. Maar toch moest het kloppen, dus dat was het uitgangspunt. Okay. En dan, eens dat je dat soort kader voor jezelf hebt gemaakt, is het gewoon kwestie van dat erin te passen. Dat klinkt nu heel simpel, zo is het natuurlijk niet. Maar dat geeft wel, dan weet je wel, je begint niet van niks, versta je. En als scenarist is dat altijd goed om niet van niks te beginnen. Ja. Dus en dat ging eigenlijk allemaal nogal vrij vlot ook. Ja? Ja, ik denk vanwege het grote enthousiasme van mijnentwegen. Okay. Ik was daar heel blij om, omdat Galaxa is iemand die ik al ken van... Ik heb die nog weten verschijnen voor de eerste keer in de krant, in de Standaard. Okay. Toen ik, wanneer was dat, in 1974, zoiets moet het geweest zijn. Dus ik was 11, 12 jaar. En voor iemand van 11, 12 jaar was dat zoiets van, wow. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, ridders zijn leuk, maar dat was dan zo ineens iets, dat is iets anders. Ja. En dus dat was, dat maakte het extra leuk, omdat je het al kent van vroeger, die nostalgie zit er dan ook in. Maar toch wilde ik die nostalgie niet als enige basis gebruiken. Het moest ook iets nieuws zijn, iets van nu ook. En ik denk dat we daar wel ingeslaagd zijn. Okay. Ik heb hem van de week gelezen. Ja? En ik moet zeggen dat ik echt van genoten heb. Ik vond Galaxa echt wel een badass personage. Ja. Echt stoer. Ja, dat was ook de bedoeling. Want natuurlijk, ze is de fee van het licht en dat houdt een heleboel goedheid in. Hè? Je denkt van, dat is de... Ja. Zij vertegenwoordigt het licht en behaal dan de duisternis. Maar ik ben ervan uitgegaan dat als je wil strijden om het licht in ere te houden, dan kan je niet anders dan ook wel eens flirten met het duister. Ga niet anders. Ik bedoel, in elke wereldoorlog, of in elke oorlog sowieso, zijn dat de twee partijen denken allebei dat ze voor het goede strijden. Ja? Namelijk hun behoud van hun land of hun volk of hun dingen. Maar toch moeten ze daar ook die anderen voor aanvallen en lelijke dingen doen. Ja, ja. Dat geldt voor het goed en het kwaad even zozeer. Dus er zat iets heel dubieus in, iets heel tweeledigs, zal ik maar zeggen. Ja.
En dat vond ik ook belangrijk om dat erin te krijgen. Dat werpt ook een nieuwe frisse blik op de dingen. En bovendien maakte dat mogelijk om Galaxa niet voor te stellen als als iemand die zo heel de tijd wat ijl ligt te zweven over het goede dat ze wel doet. Hè. Nee, ze moet echt strijden. Dat goede moet verdedigd worden. Ja. Ja, ze moet haar positie maken. En dan vond ik het ook nog leuk om te vertrekken vanuit haar prille begin, dat ze nog geen vee is. En dacht van, ze is niet altijd vee. Wanneer is zo iemand vee geworden? Bedoel, ja, wat is dat voor iets? Wat is dat systeem? Wat zit daarachter voor systeem? Wie heeft dat voor haar dan ook nog eens allemaal ontworpen? En dat zit er allemaal in, of dat nu nog niet. Daar vertrekt het vanuit, maar hoe en wat precies kom je wel te weten in de volgende albums, stapje voor stap. Wat extra spanning meebrengt, denk ik dan zo. Ik merkte wel aan het eind van het verhaal had ik toch wel zoiets van, oké. En nu? Einde vond ik wel heel onverwachts. En toen had ik wel zoiets van, oké, want ja, op de cover zit dat mysterieuze personage. Waarvan ik dacht van, is dat nou een goeie, is het een slechte? Ik kwam er nog niet helemaal uit. Nee, dat is ook het verkeerde been waar ik graag op speel. Dat goede en dat slechte, dat is moeilijk te omschrijven. Dat is, wat is goed en wat is slecht? Dat is eigenlijk heel de vraag daarachter. Ja. Dus ja, dat komt allemaal nog. Okay, nou ja, of dat er een goed personage is of een slecht, zou je nog wel zien. Ja. Wat was de grootste uitdaging die je had met maken van dit verhaal? Om iets te maken dat de mensen verrassend zouden vinden. Want dat was belangrijk, dat ze niet zouden zeggen, oh ja, het is zo, die vrouw van toen, hè, die dame met die weelderige boezem, ja. Hè, en die komt dan weer tegen de kettingen hangen, van haar kettingen tegen de rotswand hangen. Ja, nee, dat is te veel wat de mensen verwachten. Dus ik had zoiets van, nee, we moeten daar iets van maken dat onverwachts, de triggerfactor zou... moest hoog zijn. Ja. Dat was de grootste uitdaging. Nou, Romano Molenaar heeft het getekend. Ja. Hoe zijn jullie bij Romano gekomen? Wel, ik kende Romano van J-Rom. Ja. En ook wel van ander werk, wat ik altijd heel mooi vond. Ik was ook heel blij dat toen J-Rom heeft gedaan, want dan kon ik hem eens leren kennen. Ik had hem nog nooit gezien en toen heb ik hem eens ontmoet op een beurs, dacht ik. Ik vond een heel aangename man. Ook zijn werk vind ik fantastisch, want aangename mannen natuurlijk, ja, daar doe je het niet voor. Maar wel, dat werk vond ik van J-Rom ook heel goed getekend. Dus ik dacht van, ja, eigenlijk als we nu een realistische reeks moeten maken, ja, dan moeten we toch de beste hebben, vind ik. Dan moet je iemand hebben die dat kan en dat is ook bewezen. Hij doet dat fantastisch en ik vind ook Ciro Di Rosso moeten we zeker vermelden, want die is ook... Absoluut. Die maakt het helemaal af. Ja. Die brengt er ook de sfeer ongelooflijk in en het is goed je af. Het is een tovenaar met kleuren, Ciro. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar als je nou, ja, je bent met verschillende reeksen tegelijk bezig, weet je dat nog wel een beetje te scheiden, dat je niet... Ja, Suske en Wiske is natuurlijk iets helemaal anders. Hoewel, het is allemaal fantasy. Alles wat ik maak is momenteel fantasy. Alleen zit Suske en Wiske veel meer in een komische, meer kinderlijke kant. Ja. Hè? Die, dat is anders. En je hebt anderzijds het realisme van Galaxa. Nachtwacht zat daar zo'n beetje tussenin. Ja. En dat was ook een heel strak concept, wat het langs de ene kant moeilijk maakt om te schrijven, en aan de andere kant ook weer heel gemakkelijk. Omdat je altijd weet van, ja, dat zijn de voorwaarden, dus dat zo moet je doen. Dat is voor Suus en Wies en voor Galaxa anders. Ja, oké. Okay. Bij veel vrijheid. Nachtwacht heb je minder vrijheid. Bij Nachtwacht had ik minder vrijheid, okay. Ja. Hoewel, ik vind die vrijheid moet je zoeken in het concept. Ja. Dan denk je van, oké, dat is het concept, ik kan mij binnen dat kader begeven, hoe kan ik er creatief binnen zijn? En dat levert soms hele leuke dingen op, als je dat echt wil. Ja. En dat is wat ik wil. Ik wil dingen maken die mensen zeggen, oh, dat kan er toch ook nog in. Dat vind ik leuk. Maar om op je vraag te antwoorden, het is allemaal fantasy, maar dat is niet erg, want daar hou ik nou toevallig van. Ja. En ik ben ook, dat vlak kan ik heel creatief zijn. Want het idee van Suske Wiske, de Golden Krijger, hoe ben je daarop gekomen? Goh, dat is al... Ik zal eerlijk zijn, Suske en Wiske,
De Gulden Krijger is al 2 jaar geleden geschreven of zo. Oh. Ik moet al terug diep gaan graven. Ah, ja, ja. Ik vond het leuk om Jeroen nog eens in zijn gouden pak te steken. En ik dacht van, eigenlijk was het ook een beetje een knipoog naar J-Rom, wat helaas na 2 of 3 albums al ter ziele is gegaan. Ja. Wat een beetje jammer is, want ze hadden het misschien wel iets meer de kans moeten geven om te kunnen ontwikkelen, maar ja, dat is er niet gebeurd. Ja. Weet je, de economische redenen, dat is, ja, en ik begrijp aan het geven uit en zeggen, ja, we kunnen daar wel blijven investeren, maar waar komen we dan uit? Ja. Maar goed, dat is iets anders. Maar, ja, als je vraagt nou weer, want dan ben ik een beetje kwijt. Oh ja, ja, ja. Ik vond het leuk om hem nog eens in zijn superhelden pakje te steken. Maar dat op een frisse manier, dat je dacht van, we maken er een film van, hij zit in een film. En dan heb je zo met die set en zo, dat was weer een originele setting. We gingen ook eens terug naar Amerika, we hebben terug eens een beetje van het Wilde Westen kunnen proeven. Wat ook lang geleden was van de dingeschieters daar, de bange schieters, denk ik dat dat al geleden was. Dus dat is al het begin van het team met Luc. Okay. Ja, dat was in onze beginperiode. Dus dat was nog eens tof om op een heel andere manier daar toch nog eens... Dus dat was eigenlijk, Dat was het idee. Nou, ik vond het inderdaad wel leuk, ja. Mijn eerste gedachte was ook meteen de grote stuntman. Oh nee, het is de Gulden Krijger. Ja. Maar dat is er absoluut voor gedaan, hè. Ja, natuurlijk. Is dit nu het eerste CR-moment wat je hebt voor Galaxa? Ja. Oké. Okay, ja. Het is 2 dagen uit of zoiets. Ja, dat was net uit inderdaad. Dan ben ik benieuwd. Het was heel verrassend, want ik ben zo druk met van alles bezig dat zulke dingen mij af en toe wel eens ontsnappen. En dan kreeg ik plots telefoon van de krant. En die zei, ja, uw strip is van... Of komt morgen... Nee, de radio was het. Uw strip komt morgen uit. Zie ik, ah ja? ik wist het wel dat het nu ergens ging gebeuren, maar het had me toch nog... Bij verrassing genomen. Ja, kijk. Nou, in ieder geval, ja, gefeliciteerd met Galaxa. Het is een prachtig album. Dankjewel. Ik heb er absoluut van genoten. Dankjewel. Ik zie uit naar het volgende deel. Ik ook. Dat is al klaar voor mij. Ja. Deel 3 ook trouwens. Ook al. Ja, dat is sinds gisteren binnengeleverd. Dus, Okay. En goedgekeurd. Ook dat nog. Ja. En nu is het er gewoon afwachten of wat het gaat doen, hè. Ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in. Ik zou niet weten waarom niet. Nee, inderdaad. Dat... Ik bedoel, als het moet afhangen van het vele werk dat we ingestoken hebben, dan denk ik, dan kunnen we eigenlijk bijna niet beter doen dan wat we nu gedaan hebben. Ja. Als het nu niet lukt, ja. Wanneer dan wel, hè? Maar ja, dat zal afhangen van of er ruimte voor is of goesting van de mensen. Ja, okay. Ja. Dat is nog een onbekende factor. Dankjewel. Graag gedaan. Was aangenaam kennis te maken. Ja. En goed blijven vloggen, zou ik zeggen. Ik ga mijn best doen, ja. Alright. Nou, dankjewel. Nou, dan... Voilà.